Ja, en met een aantal kinderen in huis die volop gamen of toch, ik probeer het een beetje aan banden te leggen, maar het is zo vandaag de dag, moeten we het ook echt hebben over gaming met Ortwin. Ortwin, kom erbij. Dankjewel. Ortwin, het is een persoonlijk boeiend onderwerp voor mij, maar we gaan eerst even zeggen waarover we het gaan hebben. Tess Aankoop heeft een klacht ingediend tegen een aantal gameontwikkelaars, zal ik het noemen. Wat was die klacht? Ja, inderdaad. We hebben klachten ingediend samen met onze koepelorganisatie De Beuk. Dat zijn dus 17 landen. 21 consumentenorganisaties hebben gezamenlijk een klacht ingediend aan hun Europese en hun nationale instanties. Waakhonden die dan stappen moeten ondernemen tegen inderdaad een aantal gameontwikkelaars. Er zijn dan een aantal grote bij, bijvoorbeeld Fortnite. Zijn dat allemaal Amerikaanse bedrijven? Dat zijn Fortnite voornamelijk Amerikaanse en die grotere gaming? Ja. Okay. Dus Fortnite is dat, Clash of Clans, EA Sports, Minecraft, de grote producenten van games, inderdaad. En die klacht, waarover gaat die? Het gaat over het gebruik van virtuele munten. Ja. Je hebt een zoon, je hebt het mij verteld. V-Bucks bijvoorbeeld bij Fortnite, ik ken het. Ja. Inderdaad, zo coins of gems. Het heeft verschillende namen, maar het komt erop neer. Een virtuele munt die je aankoopt wel met echt geld. Ja. En die je dan uitgeeft aan verschillende zaken, zoals een andere outfit voor je personage. Bepaalde geweertjes. Wapens, accessoires. Je wil naar een volgend level gaan en je wil daar niet hele tijd voor spelen. Dus je betaalt maar gewoon in virtuele munten. Dat is eigenlijk een booming business. De totale waarde van die markt wordt al geschat rond de 50 miljard dollar. Dus 47 miljard euro. Dat is enorm. En ze zien daar ook echt heel veel goud in, die producenten. Maar het gaat gepaard met heel wat oneerlijke marktpraktijken. Mm-hmm. Die niet in regel zijn met de Europese wetgeving. En daarom hebben we klacht ingediend. Ja, dus wat? Ik zie als mama onmiddellijk het probleem, hè, want mm-hmm. mijn 50 euro bijvoorbeeld gaat echt naar een portefeuille aan V-Bucks. Mm-hmm. En voor je het weet zijn die uitgegeven aan, ik noem het eigenlijk, lucht. Vroeger kochten we met die 50 euro bijvoorbeeld een Barbie-pop met een aantal outfits en daar was je dan toch wel even zoet mee. Ja. Dus de vluchtigheid het gaat in rook op ziek. Maar wat is het probleem met die virtuele munten dan voor testaankoop? Hè? Waar vinden jullie echt dat het niet oké is? Wel, er zijn een aantal praktijken die voor ons echt niet kunnen. Eerst en vooral, je ziet als mensen daar iets willen kopen, bijvoorbeeld, zoals je zegt, een nieuw zwaard of een nieuwe outfit. En dan zien ze dat verschijnen in de munteenheid, die virtuele munteenheid. Mm-hmm. Maar dat geeft natuurlijk een veel minder goed idee van de effectieve waarde ervan. Uitgeven, dus een van onze eisen is dat dat die prijs in effectieve valuta wordt weergegeven. Ja. Dus in echte, reële munteenheden. Niet zomaar in coins of in gems of whatever. Dat is een van onze belangrijke eisen. Ten tweede, een groot probleem is dat er de algemene voorwaarden van die gameproducenten zijn zeer sterk in het nadeel van de spelers. Dus zij kunnen dat aanpassen naar goeddunken, die voorwaarden. Dat gebeurt soms. Plotsklaps dat je niet meer een bepaalde functionaliteit in een game hebt of dat bepaalde items plots enorm in prijs stijgen, terwijl je net heel wat munten hebt aangekocht. En bijvoorbeeld, het komt ook voor dat je een vaste hoeveelheid munten moet aankopen, bijvoorbeeld 1000, maar dat dan het geld dat je eraan moet uitgeven, bijvoorbeeld aan een nieuwe outfit, 950 is. En dus je hebt eigenlijk dan 50 van die coins of van die munten waar je eigenlijk niks mee kan doen. En dan moet je weer bijkopen. Ja, inderdaad. Ja. Allerlei trucjes om mensen geld te doen uitgeven. De algemene voorwaarden die heel sterk in het nadeel zijn dus van de consument. En dan ten derde, waar we een heel groot probleem mee hebben, kinderen. Ze richten zich zeer sterk op kinderen. Ja. Die hebben heel weinig financieel inzicht. Die gaan heel snel geld uitgeven. Die hebben ook geen financiën. Nee, inderdaad. Het is ons geld dat erin gaat. Dat is wel ook belangrijk voor... Inderdaad. En toch wel een onthutsend cijfer. Gemiddeld gezien in Europa geeft een kind, dus tot 18 jaar, gemiddeld 39 euro uit aan games per maand.
Dat is dus dat is een onthutsend bedrag. Inclusief wel het kopen van een nieuw spel. Want dat kan je natuurlijk ook, als je zo'n Nintendo-kaartje koopt, kan je er ook een nieuw spel mee kopen. Maar dat zijn dus ook heel wat, zoals je daarnet zegt, gebakken lucht eigenlijk bij dat je dus aankoopt. Ja, de game zelf en dan alles wat ze daarin met die virtuele munten kunnen kopen. Dus dat is veel geld. Absoluut, ja. En we merken dat zij zeer sterk zich inzetten op die kinderen te verlokken door alle aanbiedingen. En soms krijgen ze ook toegang tot de kredietkaart van hun ouders, maar ze hebben zelf totaal geen idee. En dan komt daar een afrekening die torenhoog is, waar de ouders zich ook afvragen van waar is dat geld naartoe gegaan. Ja, want je moet vaak je account ook wel koppelen aan... Inderdaad. En ook dat wordt natuurlijk zo eenvoudig mogelijk gemaakt, zodat je eigenlijk maar op één knop moet drukken. Dus allerlei problemen zien ook... Ja, wettelijke garantie, daarvan is natuurlijk ook amper sprake. We zien het herroepingsrecht wordt niet toegepast. Allerlei regels die de consument moeten beschermen worden totaal ten voeten getreden. Ja, en wij vinden, het gaat misschien wel om een virtuele economie die daar wordt gecreëerd, maar ook daar moeten regels gelden en ook dezelfde consumentenbescherming als in de effectieve markt. Dus wat zijn de belangrijkste regels waarvoor we vechten met testaankoop? Zet er de echte valuta bij? Zet er de echte valuta aan is voor ons een heel belangrijk. Ja. En doe ook iets aan al die algemene voorwaarden waar een duidelijke asymmetrie is in de rechten en plichten. Dus waar je heel duidelijk ziet dat er heel weinig verplichtingen zijn voor de aanbieder en dat de consument eigenlijk heel weinig bescherming heeft. Ja. En tenslotte zeker, doe iets aan de marketing die zich richt op kinderen. Het hele systeem dat erop gericht is dat kinderen zich niet bewust zijn van de financiële impact en gewoon uitgeven. Ja, inderdaad. We hebben het hier onlangs ook gehad over Instagram en influencers. En ook dat vind ik bij de under 14, 16-jarigen... iets heel gevaarlijk, hè? Want dan hebben ze een leuk drankje gezien bij een of andere coole voetballer en dan willen ze het ook, hè? Ja, absoluut. Zo gaat het. Consumentenbescherming moet zich zeker ook richten op de allerzwakste. Alle info is terug te vinden op de website. Ja, absoluut. Ja, daar vindt u ook meer informatie zoals over. Zoals altijd. Ik had niet anders verwacht. Ja. Ortwin, merci en ik zie u ongetwijfeld binnenkort terug. Absoluut. Tot later, hè.